sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux. Hallo, het is tijd voor een nieuwe vlog. Maandagen zijn zo druk altijd, dus ik ben echt honderd dingen aan het doen. En ondertussen eet ik aan mijn bureau lunch, namelijk een enorme tosti. Dit is van een Turks winkeltje. Het heet volgens mij ook de Turk. Check deze goddelijkheid. Dit is dus een tosti. Op een half Turks brood. Hallo! La 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 la. Tosti en een cola lightje. Helemaal fit. Even Insta-foto's geschoten met dit hele leuke heuptasje. Wat je bij een nieuwe meidenabonnement krijgt. Ook in het zwarte zie ik. Cute! Ik heb dus nooit een heuptasje gehad. Maar ik zie opeens allerlei nieuwe festivalmogelijkheden. En gewoon hands-free. Hoe lekker is dat? Hoe gaat het met jouw desk policy? Ja, niet echt clean. Het komt gewoon zoveel binnen. Ik krijg het niet weggewerkt. Dit krijg ik ook niet meer echt dicht. Deze Levi's-broek zit zo strak. Krijg je dit ook niet weggewerkt? Ja, weet ik niet zeker. Als dit het gevolg is, weet ik niet of het slim is. Ik had deze ook een nieuwe besteld in het zwart. En die kreeg ik überhaupt helemaal niet aan. In dezelfde maat. Dus ik wist niet of dat dan iets over mijn lichaam zei of over die spijkerbroek. Sowieso over die spijkerbroek, toch? Goed voor je ego is het niet. Kan ik je vertellen. Oké, ik ben thuis en ik ga zo meteen met Dio naar een première van de nieuwe film van Geza. Superleuk. Eigenlijk ben ik ook nog niet klaar met werk, dus misschien moet ik dan daarna of heel vroeg opstaan om nog even dingen af te maken. Toch best leuk die roze muur als ik het zo zie. Weer in mijn pak. Ready to go. Zo handig zo'n zwart tuxedo pak. Kan gewoon naar alles. Made it! Morgen staan wij als koppel in elke rolkrant. Oh my god. Dio ziet er zo mooi uit. Echt super nice. Ik ben weer lekker thuis. Ik heb nog even wat gewerkt en nu is het 11:15. Kijk wat mijn schoonmaakster heeft gedaan. Het is zo schattig. In mijn slaapkamer. Heeft ze het bed gedekt voor hondels. Nu ga ik lekker mijn make-up eraf halen en slapen. Heel veel zin in. Doeg. Goedemorgen. Ik ben me aan het klaarmaken voor een van de allercoolste reizen ooit. Ik ga namelijk naar Parijs om met Alexa Chung te meeten. En haar te interviewen. Oh my god. Zoveel zin in. Oh, het wordt lastig om niet gewoon de hele tijd naar haar te staren. En me af te vragen hoe deze curtain bangs bij haar altijd geweldig zitten. Levensvragen. Wee wee. I made it to Paris. Ik ben nu in het hotel. En ik ga me even opfrissen en omkleden. En dan naar het grote event met L'Oréal. Ik laat jullie ook even zien wat ik aan heb vandaag. Deze blazer met hele leuke knoopjes. Van Another Stories heb ik nieuw. Een zwarte longsleeve, gewoon simpel. Mijn lakleren broek. En boots van Balenciaga. En daar heb ik dan mijn groene Balenciaga tasje bij. Ik heb trouwens een heel leuk zilveren Balenciaga tasje gezien op het internet. Misschien wil ik die wel. Ik vind het altijd moeilijk om zoiets duurs te kopen. Dan hou ik mijn uitgaven bij en dan geef ik alsnog honderden euro's per maand uit aan kleding. En dan denk ik, had ik beter één mooi ding kunnen kopen. En dit is wat ik nu aan doe. Een roze jurk. Eigenlijk gewoon heel simpel. We zitten bij restaurant Costes, waar alles rood en velvet en boudoir en super sexy is. We hebben een hele tafel vol met eten en wijn en de leukste mensen. Dit is dus een soort bijzettafeltje voor als al het eten niet meer op tafel past. Lobster spaghetti, burrata, truffel. Ik ben zo bang om even te maken dat ik gewoon de twee dagen. Stephanie, lekker aan het vlog ook. We zijn nu op het event en een van de belangrijkste lanceringen is een haarlijn die helemaal vegan is. En de verpakking die je hier ziet is ook zo gemaakt, vierkant met een inkeping aan de onderkant, dat het helemaal te stapelen is en dus ook veel duurzamer te vervoeren is. En dit materiaal wordt allemaal gerecycled, dus het zijn echt super mooie ontwikkelingen vind ik.
er eentje met vijg voor gekleurd haar. En die ruikt gewoon naar mijn allerlievelings vijgengeurkaarsen die ik wel eens bij Skins koop. Als ik mezelf echt in de watten leg. Ik ben met Steve. Hallo. We hebben heel lang geleden een hele grote video gedaan samen. Hila, hier is het zo in tijd. Zo veel. Oh my god. En we hebben nu een tablet waar je allemaal haarstijlen kan testen. Dus dat gaan we ook doen. Roze haar? Is too much, hè? Maar ik vind het wel mooier bij jou dan bij mij. Ja, vind ik ook. Ik denk dat dit jouw kleur is. Zoiets? Die. Of een beetje... Ja, oh nee, deze was het. Kijk. Ja! Ja! Ariel, ja! Ik ben Ariel. Ja! Dit staat jou goed. Misschien moet je voor blauw gaan. Goedemorgen, ik ben up and running en heb over een paar minuten mijn interview met Alexa. Dus ik ga zo naar de plek waar het is. Ik heb hele leuke lila vragenkaartjes gemaakt. What? Als Alexa een nieuw logo wil, kan ze mij ook vragen. Ik twijfel nog een beetje over deze look. Of dat ik iets anders aan doe, maar ik denk eigenlijk dat ik geen tijd maak. Ik had dus net even gegoogeld en dus zag ik dat er bijna 94 miljoen hits zijn als je zoekt op Alexa Chung Hair. Dus dat wil wel iets zeggen. Oh, wat vet dat ik haar zo ga ontmoeten. Echt cool. Ik zit lekker in de auto met Anne-Kajsa. We gaan zo met Alexa speeddaten. Het is toch wel weer een dat is wel echt next level. Leuke dag in, op het kantoor, ja, zeg maar. Onze nieuwe vriendin. Ja. In ons hoofd zouden wij wel vriendinnen met Alexa kunnen zijn. Nu is even de vraag of zij dat ook wil. Maar... Dat zien we straks. Ja, precies. Gewoon alleen maar vragen over jezelf gaan stellen. Ik zou een vee van mijn kleren. Het was zo leuk met Alexa. Ik vond het wel fantastisch dat zij ook de grap maakte over dat logo die ik ook al had gemaakt. Dus ik denk toch dat hier wel een soort nieuwe BFF-status in zit. Waar het niet dat Kim, mijn echte BFF, al heel erg op haar lijkt. Dus nou ja, ik zit wel goed wat Alexa levels betreft. Ik zit nu onze foto te bewerken en Stephanie moet heel erg lachen. Omdat ik dus mezelf, maar ook Alexa aan het feestje ben. In ieder geval even de ogen een beetje extra contrast geven en het haar. Ja, ik deed ook nog eens eerst Alexa. Dat is toch echt, dan ben je zo. Dan ben je een soort engel, hè? Dan ben je echt een goede vriendin. Ik heb wel dat ik een soort fan, me heel erg een fangirl voel. Dat heb ik eigenlijk bijna nooit. Verder hebben Stephanie en ik allebei hele sexy laarzen aan. Kijk. Ja, ik ben. Gisteravond natuurlijk ook al. We hebben gewoon één grote sekslaars. Jij wel nog veel meer pretty woman dan ik. Het is wel dat mannen echt kijken op straat. Ja, dat snap dat je dan gewoon... Gewoon zo van, wat zit er aan het been, zeg maar. Gewoon. Dat zit er dan vast. Ja. Dat snap ik wel. Maar het scheelt dat ze plat zijn, want anders zou het wel een beetje much zijn misschien. Dan zou het wel iets too much zijn. Ja, maar dat, als ze plat zijn, vind ik het wel... Dan wordt het opeens, heb je zo twee dingen in één. En het is weer tijd voor een nieuwe maaltijd. We zitten bij Lulu's. Het is een super leuke plek met een heel mooi interieur. Maar een klein beetje retro. Ik ben er redelijk van mijn schattenboutje. Dat zei je net ook al. Ja, hij zit ook graag. Nee. We zijn lekker aan het koelen in bed en we gaan zo eten. We hebben ons even omgekleed en ik heb lekker een paar uur geslapen. Zo fijn. Wat ik aan heb is gewoon weer een repeat, maar dan met All Stars. En we gaan nu op zoek naar wat lekker Frans eten. Good morning! Een bezoek aan Parijs is natuurlijk niet compleet zonder een bezoek aan Merci. Ja,
We staan nu in de rij voor een Japans restaurant in de Japanse wijk. En we hebben de hele dag een beetje rondgelopen en gezoet. Ik heb nog niks gekocht. En nu gaan we dus iets heel lekkers eten. Allemaal authentiek Japans eten. Udon-noedels en rijstballetjes met dingen erin en zo. We hebben ook nog een soort tofu dingetjes en dit is dus een klein Japans eitje. Volgende dag en we zijn even aan het shoppen en ik heb mijn hart een beetje aan deze tas gekocht. We gaan er weer voor. Ik eet een croque madame zonder ham. En een klein subtiel frietje. Ik hou dus heel erg van deze dunne crispy frieten. Ook trouwens wel van echt dikke frieten. Misschien nog wel meer. Jullie? Welk team zijn jullie? Dunne frieten of dikke? Ik ga even een museumpje meepakken. Centre Pompidou. Als we nog binnen kunnen komen, want er staat een hele lange rij. Maar het is wel mijn lievelingsmuseum voor moderne kunst. In ieder geval in Europa wel. Dat is leuk. En Jordi is nog nooit geweest. Hey joh. Hij is een groentje. Pompidou groentje. Pompidou virgin. Ik heb vandaag een nieuw puffer jacket aan. Yes. En mijn lakbroekje. Moet ik even filmen. Hey guys, lekker slaaphoofd hier. Ik heb met een elastiek hier geslapen en nu is mijn haar helemaal geëxplodeerd en heb ik dus heel erg haarpijn. Het is weekend en Jordi is in Canada, wat natuurlijk fucking vet is. Bijna dat ik denk, oh, maakte hij daar ook maar een vlog over, maar dat is natuurlijk helemaal niet wat hij doet. Hij is daar aan het skiën en hij blijft daar 2 weken, dus ik heb heel veel tijd opeens voor mezelf. En daarna wisselen we elkaar dus af met nog 3 trips. Dus ik ben best wel veel alleen de komende tijd. En ik dacht, tijd om mijn kledingkast nu eindelijk ook online te gaan zetten. Dus ik ben nu items aan het uitzoeken. 1 stapel waar ik nog geen aanfoto's van heb. Dus waar ik nog foto's van moet maken voordat ze online kunnen. En 1 stapel met dingetjes die ik wel al ergens op de foto heb staan. Dus dat ga ik dan allemaal selecteren en uploaden. En dat komt op United Wardrobe te staan. Dus dan kunnen jullie eindelijk wat dingen shoppen. Ik ben ook een mega grote weggeefzak aan het maken voor mijn schoonmaakster. Ik twijfel ook heel erg of ik afstand moet doen van mijn roze Vans. Die ik in Miami heb gekocht met Kim. Ik heb ze 1 keer aangehad, maar ik weet niet, ik grijp toch de hele tijd naar mijn zwarte. Wat ook wel hilarisch is, is dat ik dus de hele tijd dingen tegenkom ook in die tassen waarvan ik denk, ah, is eigenlijk best wel leuk. Ik denk dat het wel weer terug mag. Ik had bijvoorbeeld dit super verkruikelde truitje, wat heel lekker zacht is, van Anecdote. Terwijl ik eigenlijk op zoek was naar een camel truitje. Nou, hij is steeds wel hier een beetje stuk. Ik dacht toch, dat zou ik vandaag best wel aan willen. Lekker truitje. Dus die gaat weer terug. Even een tussenstand. Joehoe. Oké, dit is wat er dus gebeurt. Ik heb 2 stapels en nu heb ik geen zin meer. Het is heel erg mooi weer. Echt stralende zon. Kan je dit goed zien? Dus ik heb gewoon lekker een spijkerbroek over mijn pyjama-achtige dingen, pyjama-shirt, heen gedaan. Ik doe trouwens nooit BH's ook in het weekend. Dat vind ik echt de ultieme verlichting. Zo chill. Kleine sidetrack. En nu ga ik gewoon lekker even wandelen, koffie halen. Ik heb het Parool altijd in het weekend, dus dat ga ik lekker ergens lezen. Moet wel zeggen dat dit echt zo'n dag is dat ik met Jordi op pad zou gaan. Dus ik mis hem opeens een beetje, terwijl ik het altijd super aanstellerig vind. Ik keek bijvoorbeeld Temptation Island. En dan zitten ze net 2 dagen gewoon over heel de tijd te janken hoe erg ze elkaar missen. En dan denk ik, oh my god, overdrijf niet zo. Maar dit zou wel een gezellige dag zijn geweest. Gek genoeg heb ik het altijd heel druk en heb ik precies dit weekend niks wat ik moet doen. Dus nu moet ik even mezelf vermaken. In mijn chill look. Hele dikke sjaal. Lekker teddyjas. Sterrentasje. Jeans met patches. En mijn Vans. Lekker weekendpakkie.
Hey guys, ik had gisteren echt een soort hysterische dag en toen ben ik helemaal vergeten te vloggen. Het begon eigenlijk heel druk met dat ik allerlei proeven ging nakijken voor Linda Meijden. Dat zijn dan de layouts en tekstthema's zoals ze naar de drukker zouden moeten gaan. Waarbij ik dan kijk of ik nog dingen zie, of ik koppen nog anders wil en dat soort dingen. En mijn voorwoord moest af en daar ben ik altijd echt op minuscuul detailniveau aan het sleutelen. Dan weer daar een woord aanpassen, dan weer dat net iets anders zeggen. Toen ging ik foto's schieten met Emma, maar zo'n dag waarin alles elkaar heel snel opvolgt en je amper tijd hebt om na te denken. En toen ging ik in de avond nog shownieuws co-hosten. Dan ben je daar dus om 7:30 en om 12:00 ga je daar weer weg. Dus dat is eigenlijk gewoon nog een hele werkdag aan je werkdag vastgeplakt. En toen kwam ik daar uit de studio en toen was ik echt helemaal aan het trillen op mijn benen en ben ik heel snel naar huis gegaan en werd ik helemaal ziek en overgeven aan alles. Het was echt niet fijn. Ik weet niet of dat dan stress is of dat ik gewoon die griep heb die iedereen heeft. En nu ga ik naar een meeting met L'Oréal in Hoofddorp. En daarna door naar een event waar ik ga spreken voor buitenlandse zaken. Ze hebben een soort women empowerment event waarbij allerlei vrouwen uit verschillende disciplines en uit de media en vanuit politiek praten over vrouwenkwesties in de wereld. Super interessant. Bij de L'Oréal fam. The girls. Joehoe! We gaan iets heel leuks met z'n drieën doen. En er liggen nu allemaal roze pakketten en ik zie spijkerjasjes. Dus dit wordt wel exciting. We zitten zulke leuke plannen te smeden. Helemaal zin in. Ja. Echt exciting. Ja. Ik zie het wel ook al helemaal voor me. Ik ook. Ja. We gaan vooral lachen. Hele grappige... In een challenge hoek kun je het zoeken. Het wordt heel erg leuk. Ja, ja. En een hele snelle outfit change. In een pak van Sandro. Roze jas eroverheen voor wat kleur. En nu ga ik door naar het event over Women Empowerment. 50 vrouwen in een ruimte zitten we geloof ik. Dus ik ben benieuwd wie ik allemaal tegenkomen. Ik weet dat Nina er ook is. In de auto met Rosa. Yay! Rosa is mijn agent. En... die gaat even mee. Heel lekker licht hier. Ik ben weer met Sunny, die ik echt al maanden niet heb gezien. En we zitten leuke verhalen uit te wisselen. Dat is de laatste keer. Ja. Goed dat je dan die vlogbeelden er ook meteen bij hebt. Ja, heb ik dan. Ja. We zitten lekker te kletsen over alles. En Sunny is in verwachting wat het life changing is. Ja. En verder hebben we het ook over nou ja, ons werk. En ook gewoon de energie die op zulke plekken hangt. En hoe je dat voelt. En, ja, hier hangt nu echt een soort van... super vaag. Maar ja, de vraag is hoe neem je dat dan straks mee op de fiets? In de taxi? Ja. En in je brein. Ja. En in je werk. Want dat is altijd leuk. Want dat vind ik altijd met inspireren. Ja, inspireren is leuk. Maar wat kan je er verder mee? Het gaat erom, wat ga je ermee doen? Ja, hele goede vraag. Ja. Zo, ik ben weer thuis. En ik ben helemaal geïnspireerd, moet ik zeggen. Het is zo mooi om te zien wat er gebeurt als je zo'n ruimte vol met inspirerende vrouwen zet. En zeker ook de vrouwen van buitenlandse zaken die gewoon... naar oorlogsgebieden gaan en die vrouwenrechten afdwingen. Ja, een van de vragen van het event was ook, wat vind jij een powervrouw? En voor mij gaat dat heel erg om een soort attitude. Dus het gevoel wat ik nu heel veel om me heen zie en wat ik zo bijzonder vind, dat vrouwen echt in charge zijn van hun eigen leven, van hun werk, van hun lichaam. En dat ze ook de ruimte krijgen om te zijn wie ze willen zijn en te doen wat ze willen doen. En daar vol voor gaan en tegelijkertijd ook heel... respectvol omgaan met mensen om zich heen en met de wereld om zich heen. En dat betekent natuurlijk ook dat je vanuit die visie media maakt. Dus wat voor video's wil ik daar dan over maken? Of wat wil ik daar met Linda Meijden mee doen? Wat voor verhalen wil ik vertellen? Het geeft me wel heel veel mooie stof tot nadenken dit.